En zijn er nog uitwendige verwondingen geconstateerd? Nee. Dood door verhangen, ja. Ja, bij benadering uiteraard. Hoe lang geleden? 3 à 4 uur. 3 à 4 uur, schat, ja. Ik zou zeggen, leg de rapporten maar zo snel mogelijk bij mij op het bureau. Ja, bedankt hoor. Van Gent, die man waar jij naar buiten mee stond te praten, die ken ik ergens van. Wie is dat dan toch? Ja, dat is die journalist van die krant, weet je. Oh, vervelende man. Hé, cognacje, hè? Ja. Zo. Ja. Het is mijn schuld. Ik had niet naar je toe mogen gaan. Nee, mevrouw. Dat moet u zichzelf nou niet steeds verwijten. Want het was juist heel goed wat u gedaan hebt. Achter de rug van meneer Oscar om. Dat deed u toch om meneer Oscar te helpen, hè? Ja, ik geef toe. Het was misschien een beetje te laat. Ja. Het is misgegaan vanaf het moment dat Roel hier kwam wonen. Ja. En dat Peter chauffeur werd. Ja, precies. En daarmee heeft hij de onderwereld in huis gehaald. Ja, heel juist, heel juist. Ja. Als u eens wist wat die twee fraaie heren nu over u, meneer Oscar, aan het vertellen zijn. Hè? Ja, en het blijft hem nu tenminste bespaard. Kijk, als ik u een raad mag geven, mevrouw. Neemt u nog een cognacje en gaat u eens lekker slapen, hè? Oh, ik wil liever niet hier in huis blijven. Niet in huis, nee. Dat begrijp ik ook best. Zoals u wilt, mevrouw. En als we u misschien nog ergens heen kunnen brengen met het grootste genoegen, hè, van Gent? Ja, dank u wel. Ja, man, ga nou toch eens even zitten. Maakt me doodnerveus. Ja, ik weet wat je opvreet, maar er is toch niks aan te doen? En Erik loopt heus niet in 7 sloten tegelijk. Wel, hij is al aardig op weg. Nou, hij weet dat er hier een fijn kamertje voor hem is. En een lekker bed. Als ik maar wist waar hij was. Jan, schijn nou toch eens uit. Het is geen kind meer. De jongen is advocaat, die kan best op zichzelf passen. Dat weet ik zo niet. Hoe met het vissen. Toen hij wegliep, toen zag ik dat het niet goed zat. Ik wou hem nog terugroepen. Ja. En hij wist dat ik met de thee moest komen. Jij met je thee? Nou. Ja. De jongen heeft wel andere dingen aan zijn hoofd. Ja. Nog geen reden om mij met mijn thee te laten zitten. Mijn schijnt toch eens uit. Ik maak me zorgen dat hij zichzelf wat aandoet, net als die Oscar Verhulst. Nou, zeg maar, dat was even iets anders. Die wist dat de politie achter hem aan zat. Erik is een vreemde snoezaan, die praktijk van hem. Hij werkte zich rot om hem op te bouwen. En sinds hij uit het ziekenhuis is, is hij niet meer op kantoor geweest. Hij trekt zich nergens meer wat van aan. En Emily, die secretaresse, die begrijpt er ook geen donder van. Ze zoekt hem overal. Het is toch niet jouw schuld? Hè? Misschien is hij wel bij Nicole? Nee, dat hoopte ik. Ik ben bang. Wat is er?
Nee, ik dacht dat ik iets hoorde. Sinds die steen door dat raam vloog, denk ik aldoor dat ik iets hoor. Jij moet niet alleen wonen. Niet naar wat er allemaal gebeurd is. Of hoop je nog altijd dat Erik terugkomt? Zal ik bijblijven vannacht? Of jij bij mij? Sorry, Ab, het is heel lief van je, maar... Het zou beter voor je zijn. Je bent zo rusteloos. Zoals je er net opsprong, is niet gewoon meer. Jij mag niet meer alleen wonen. Nou, zo ernstig is het ook niet met me. Sorry, Ab, ik ben echt heel dol op je. Je zal me wel een idioot vinden, maar zolang Erik zoek is... kan ik aan niks anders denken. Ja, dat merk ik voortdurend aan je. Je denkt nog veel te veel aan hem. Terwijl hij jou zo smerig behandeld heeft, dat begrijp ik niet. Nou, smerig. Nou ja, je was er zelf razend over. Ja, was. Niet meer? Ik weet het niet. Gevoelens kunnen soms zo gecompliceerd zijn. Hij was niet alleen mijn man of mijn minnaar. Hij was veel meer. En ik had hem nodig. Ik wou natuurlijk ook vooral dat hij mij nodig had. Ja, hij zal bij Lucy wel iets gevonden hebben. Wat hij in mij miste. Jeugd, natuurlijk. Het bed. Je weet je, als wij hier met z'n tweeën zaten te werken aan tafel... dan was ik gelukkiger dan in wat voor innige of hartstochtelijke omhelzing ook. Zal een stom van me zijn. Ja. Ik ben gewoon nog niet toe aan iets nieuws. Laat me maar een beetje. Nee, ik wil proberen om niet kwaad te zijn. En niet jaloers. En te denken aan de gelukkige momenten die we hebben gehad. Ja, ik zie het. Je houdt nog steeds van hem. En je wacht op hem. Mag ik ook blijven wachten? En hopen. En mevrouw Groen, hoe is het met u? U moet een ellendige tijd gehad hebben. Wat bezielde die man? Ik geloof dat u erg op hem gesteld was, hè? Het was een goede man. Een lieve man. Ik kan het weten, ik heb jarenlang voor hem gewerkt. En wat ze nou allemaal over hem zeggen, mevrouw? Dat zijn leugens, dat is geroddel. Ik vind het ellendig voor u. Het spijt me dat ik zakelijk moet zijn, maar we moeten het hebben over de jongen. Over Gieltje. Spijt me. Geen spijt, mevrouw. Het was een geluk dat hij op kostschool was. Hoe heeft hij het opgenomen? Ach, je weet het niet bij zo'n kind, hè? Eerst zijn moeder en toen... Heel stilletjes. Hij zei niks, ook niet op de begrafenis. Die onderwijzeres van hem, die mevrouw van Meulen, die trekt nogal met hem op. Gelukkig maar. U begrijpt misschien wel waarom ik u gevraagd heb hier te komen. Nee, eigenlijk niet. Het kind heeft beide ouders verloren. Daar moet in voorzien worden. Kan ik niet voor hem zorgen? Dat is erg lief van u, maar nee, we zoeken pleegouders. Pleegouders? En u bent een van de weinigen die hem goed kent. Ik dacht dat hij met u goed kon opschieten. Oh ja. Ah, hij was wel eens lastig, maar hij is een beetje slecht opgevoed door zijn moeder. Nou ja, een beetje verwend. Van de doden niet zo. Ja. En ja, we moeten hem er natuurlijk wel op voorbereiden. En daar wilde ik u graag bij hebben. U kent die tenminste. Mm-hmm. Ik neem aan dat u de rest van de dag vrij hebt gehouden. Jazeker. Mooi. Wilt u dan met me meegaan? Ja. Wat zal ik u zeggen? Hij is erg stil de laatste tijd. En toen zijn vader stierf is dat nog veel erger geworden. Hij wil er niet over praten. Met niemand. Ook niet met mij. Hij vraagt de laatste tijd wel vaak naar Erik. Hoogland. Vroeg mij of hij ook in die auto zat. Ik heb gezegd dat hij nog in het ziekenhuis was. Maar wel weer beter werd.
Ja, ik heb geprobeerd meester Hoogland te bereiken. Hij is wel ontslagen uit het ziekenhuis, maar nog niet terug op kantoor. Zal nog herstellende zijn. Ja, ik let natuurlijk heel speciaal op de jongen. Het is een leuk ventje. Stapelgek op zijn moeder, daar had hij het altijd over. Nou, en die laatste tijd ook nogal eens over Erik. Die mag je heel erg graag. Gaf hem schaakles. Nou, dat hebben we geweten. Giel won alles. Maar ja, de laatste tijd is het net of er geen plezier meer in hem zit, geen leven. Zijn werk gaat ook niet goed. Maar dat zal weer terugkomen, denk ik. Het is ook een enorme klap voor het kind. Te groot. Ja, we zitten er allemaal mee. De kinderbescherming moet maatregelen nemen. Is niet aan het ontkomen. Ja, ja, dat begrijp ik, ja. Maar hij blijft hier wel op school? Dat is wel onze bedoeling. Maar ja, daar zullen de pleegouders toch ook... Pleegouders? Arme jongen. Dat blijft altijd een probleem. Maar we hebben toch vaak uitstekende ervaringen. In de loop der jaren hebben we een lijst van geschikte echtparen samengesteld. Ja, ja, dat zal wel. Ik ga hem even halen. Graag. Bijzonder aardige vrouw. Ja, Gieltje is ook altijd heel goede maatjes met haar geweest. Meneer Oscar zei ook altijd zoiets. Ja, dag Gieltje. Dag mevrouw. Dag mevrouw. Dag Betsy. Je weet natuurlijk niet wie ik ben. Of schoon je me wel eens gezien hebt, maar dat weet je misschien niet meer. Ik zal je helpen. Kijk, er zijn natuurlijk nog andere kinderen. Veel zelfs die hun ouders verliezen. En voor al die kinderen moet gezorgd worden. Dat ze naar school gaan, maar ook dat ze een thuis hebben. En mensen, pleegouders noemen we dat, die voor zo'n kind willen zorgen. En dat regelt de kinderbescherming. Die is daarvoor. Die praat met het kind en met de school en met vrienden en familie. En ik ben van de kinderbescherming en daarom praat ik nu hier met jouw onderwijzer, met mevrouw Vermeulen dus en met Betsy, die jou al zo lang kent. En met jouzelf natuurlijk. Van de week dan kom ik je halen en dan gaan we met z'n allen naar een meneer en mevrouw. Dat zijn heel aardige mensen. En als jij ze nou ook aardig vindt, dan gaan die voor jou zorgen. Ga maar even zitten. Misschien wil je nog iets vragen. Nee? Niks. Je kan alles vragen wat je wilt. Komt Erik ook? Nee, Giel. Ik heb je gezegd dat Erik nog in het ziekenhuis lag. Ja, hij is in ieder geval nog niet terug op zijn kantoor. Ik heb getracht hem te bereiken, Gieltje. Maar ik zal nog eens naar zijn kantoor bellen, dat beloof ik je. U weet waarom we hier zijn. Ik wilde deze bespreking graag hier houden, omdat Gieltje zich hier nu het meest op zijn gemak voelt. Mevrouw Vermeulen haalt hem op het ogenblik. U kent de jongen dus al. Oh ja, mevrouw Groen is al een paar keer met hem bij ons geweest. En wat is uw indruk? Ach, aardige jongen. Stil, komt nog niet veel uit. Zal wel wennen. We denken dat het heel goed zal gaan. Gieltje heeft een natuurlijke beschaving die goed bij ons milieu past, hè? Dat is ook uw indruk, meneer Damiaans? Zeer zeker. Ze absoluut op haar gemak voelen. Ik wilde nog wat zeggen over de toelage. Gaat u gang, mevrouw. Nou kijk, het is natuurlijk een kind van een rijke komaf. En wij willen hem geven waaraan hij gewend is. Ja. De beste kamer en zo. Ja. Maar dan zal de toelage wel wat hoger moeten worden dan de gebruikelijke. Ja, ik heb het al besproken met notaris Van der Velde. Dat is de bewindvoerder. Geld is geen probleem, zegt hij. Zo, Giel. Je moet mevrouw meneer Damiaans een hand geven. Dan ga je met de vakantie naartoe. Blijf liever hier. Op school? Kan toch niet, Giel? School gaat dicht in de vakantie. Wil je dan? Ja, als dat maar Nee. Je gaat eerst een week naar meneer en mevrouw Damiaans. Hè? Dan kun je vast wennen. Later wordt er over de school beslist. Ga ze me even een hand geven. Hm? Giel? Dag Giel. Nee.
nee, meester Hoogland is met vakantie. Ik... Ja, maar ik kan geen afspraak maken, dus... Ik weet dat uw zaak haast heeft, ja. Wel, meneer, het spijt me verschrikkelijk, maar ik kan... Ach, man, doe wat je niet laten kunt. Barst. Nou, dat is potige taal. Leer ik jokers van de andere kant kennen. Ik ben u wel gewaarschuwd. Hoe kom jij binnen? Je had de voordeur op een kier laten staan. Ach ja, ik ga zo weer weg. Ik kwam alleen maar even naar de post kijken. Wat is er met je? Ik ben zo ongerust. Ik kom tot niks. Als ik nou maar weet waar hij uithangt. Hij laat niks van zich horen. Ik ben zo bang dat hij net zoiets gaat uithalen als Oscar Verhulst. Wat denk jij? Tja, zoiets zou ik nooit doen. Maar hij is natuurlijk een ander type genre mens. Heb jij niks gehoord? Ja, een oude gabber van me zegt hem in Amsterdam gezien te hebben. Erik zag er niet best uit. Hij zwierf daar rond in de buurt van de Zeedijk, Centraal Station. Hoerenbuurt? Ja, nou ja. Dan moeten we daar gaan zoeken. Nee, kindje, dat is geen buurt voor jou. Ik ga wel. Maar ik verwacht er niet veel van. Ja, blijf jij nou maar bij de telefoon. Laat jij je nieuwe broertje zijn kamer eens zien. Oh, moet dat? Ja, je doet wat ik zeg. Ik zal het wel doen. Nee, laat maar. Ik doe het zelf wel. Kom op. Anne, het is tijd voor je huiswerk, geloof ik. Beste jongen, die Karel. Hij is al 5 jaar bij ons. Nou, als Gieltje eenmaal gewend is, dan zult u er ook geen spijt van hebben. In zijn hart is de goede jongen. Hij is alleen erg verwend door zijn moeder. Ja. Oh ja, van de doden niets dan goeds. Dat is zo'n gezegde, ja. Bent u het daar niet mee eens? Ja, maar u moet van uw hart geen moordkuil maken. Wij behoren volledig geïnformeerd te worden over de achtergronden van de jongen en zo, ja, vindt u niet? Ja, natuurlijk. Dat vind ik ook. Als er iets is waarvan u vindt dat wij het moeten weten, in belang van het kind natuurlijk, dan is ja, het beter dat... Ja, dat is volkomen juist. Daar ben ik het mee eens. Dit is jouw kamer. Dat is eerst de mijne. Die posten gaan eraf, die zijn van mij. Oh. Altijd mijn kamer geweest. Weer 5 jaar in huis. Waar slaap je nu dan? Op een kampbed. In de hoek van de zolder. Het spijt me. Al doen ze schijnheilig. Het spijt je niks. Het is jouw schuld. Niet mijn schuld. Ik weet nergens van. Waarom moet het eigenlijk? Mijn ouders hadden niks. Die vader van jou stikte van de centen. Hadden gestolen. En toen ze erachter kwamen, moesten ze zich zo nodig ophangen. Dat is niet waar, dat is gelogen. Ik heb het zelf gelezen, het stond in de krant. Kan niet, dat lieg je. Ik heb het zelf gelezen en de krant liegt niet. Ik hoef je kamer niet meer, je bent rotzak. Mankeert jullie? Schaam je, Karel, tegen een kleine jongen. Kan je wel. Ma, hij is er niet meer. Hij is jouw schat, kom bij jou. Nee, ik kan het afleggen. Doe maar even mee. Ik kan het niet meer. U ziet, meneer de president, dat het hier gaat om een reeks van strafbare handelingen waarvan de bewijslevering buiten discussie staat. Staat u mij toe dat ik hier een kanttekening bij plaats, meneer de president? Ja, het is toch ongehoord dat wij de halve politiemacht van deze stad hebben moeten inzetten om deze jonge, maar toch al zware crimineel te pakken te krijgen. Hij zal tenminste 2 jaar de gevangenis in moeten. Twee jaar. Hé, wat doe jij hier, ventje? Ik zoek Erik. Erik wie? Erik Hoogland. Oh, meester Hoogland. Ja, die is er niet vandaag. Die komt de verdere week ook niet. Alles is afgezegd. En ja, het spijt me, maar daar is de uitgang, ventje. Natuurlijk. We zullen uitkijken en het doorgeven. Kan niet ver zijn, denk je? Nee, niet ver. Chef,
Ja. Het zoontje van Verhulst is weggelopen of uit willen kijken. Hé? Bedankt, we zullen erop letten. Wat? Bedankt, dag. Weggelopen? Van die kostschool? Nee, hij zit sinds kort in een pleeggezin in Alkmaar. Maar ze denken dat hij naar Horen is gegaan. Godverdomme zeg. We kunnen langzamerhand wel een aparte afdeling Verhulst gaan opzetten. Of we nog niet genoeg te doen hebben. Ja. Zouden we niet bij die villa gaan kijken? Is het toch leeg? Ja, daarom juist. Doe maar. Ga je gang, leef je uit. Thank you.
Goedenavond. Goedenavond. Mag ik een whisky ijs van je? Ja, zeker. Alsjeblieft. Dank je. Hoe is het buiten? Droog, maar koud. Nou, je hebt een leuke tent hier, intiem. Iedereen kan zich hier thuis voelen, hè? Iedereen. En als ze maar verteren, dan mogen ze zelf tussen de billen knijpen. Dan zijn de prijs inbegrepen. Mits ze maar verteren, hè? Ja. Edrus? Edrus? Dat koetswerk van jou mag gezien worden, Truus. Ik ga er ook niet kreuken. Gelijk heb je. Kan er voor mij ook een drankje aan? Schat? Tuurlijk. En Kir Royaal, crème? Kir Royaal. Slappe avond? Oh ja? Heb je geen cent verdiend de hele avond niet? Ach, het is overal stil, hè? Ja. Ik heb voor de zin om eens eventjes lekker mijn handjes uit de mouw te steken. Zo. Dat is je lief, hè? Een keer voor jou. Proost. Proost. Zeg, ik zag net een kerel van een jaar of 30 je zaak uitkomen. Ja, hij is gewoon een steegje en toen ben ik hem kwijtgeraakt. Zeg, maar... jij bent toch geen stil, hè? Zie ik er zo uit? Ja, maar daar praat ik niet mee. Dat moet je wel weten. Beste vriend, ik heb mijn eigen pagina in het politieopsporingsblad. In kleur. Nou, jij weer. Zo. Ja, hij is gewoon een steging, maar ik dacht dat het een oude vriend van me was. Ik ben hem een beetje uit het oog verloren. We geven geen inlichting over cliëntelen. Ah. En zeker niet over vaste cliëntelen. Ah. Rasterboy. Vertel eens. Hoe heet je? Henry. Henri. Henri. Oeh, lala. C'est chic. Ja. En wat doe je? Alsjeblieft. Oh, ik zit in de handel. Nee. Overal waar handel is, daar zie je me. Heb je misschien wat voor me? De handel die ik in huis heb, die verkoop ik liever zelf. Zeg, Krijs. Die Henri, die is te vertrouwen, hoor. Zie ik zo, hè, schat. Zeg, heb je voor mij nog zo'n lekker drankje, denk je? Ja. Een Kir Royaal. Een echte. Alweer, hè? Geef de pianist ook wat te drinken. Ja. Zo. Jij hebt een lekkere dure smaak, hè? Wat voor merk auto's rijd jij dan? Ach, ik rijd op het ogenblik in een open sportwagentje. Hoewel het kapje dicht, want het is me een beetje te koud. Ja. Michael, maar ik heb ook een sportschool. Piano. Nee. Ja. Wat een gek. Een beetje fitness. Vandaar dat je zo breed bent. Vergeet jezelf niet. Dank u. Je hebt wel spiertjes, hè? Ja, het is trainen. Hey, Harry. Proost. Harry. Oh ja, proost. Ja. Proost. Ah. Harry, luister eens. Ja? Ik weet wie je bedoelt. Hm? Sorry, Erik. Erik, ja. Ja. Is een jurist. Oh, die komt hier vaak. Oh ja? Altijd als Joop er is. En dan moet hij al zijn liedje spelen. En bij elk liedje komt een borreltje. En dan zakken ze samen, stondroeken door. Ja, brengt wat leven in de brouwerij, hè? Behalve als Erik gaat oude hoeren. Over vrouwen. Die die belazerd heeft en die kwijt is. Ja. En die raster daar. Ja. Die zijn trokken mee. Heb geen woord horen ze in zijn voetjes daar. Zit maar stom voor zich uit te knikken. Ja, iedereen heeft zo zijn pretjes, hè? Geef niet, hoor. Ze mogen hier alles doen. Zolang ze met de poten van het meubilair afblijven. Ach, er valt toch niks aan kapot te maken. Zegt die meneer Erik, waar woont hij? Weten we niet. Hm. Weten we niet, hè? Het is vaste cliëntele. Hm. Maar hij komt hier vaak? Ja, bijna altijd. Hm. Als je hem nou weer ziet... zeg dan niet dat iemand naar hem gevraagd heeft. Hm? Hartelijk dank. Is wel genoeg, hè? Ja. Dat gaat. Ja. Kom je nog eens langs? Ja, doe ik. Knap vervelend, hoor. Helemaal niks van die jongen gehoord, niks. Niemand heeft hem gezien. Nou ja, op die rechtbank dan, ja. Maar het is alweer een paar dagen geleden.
Zeg, Van Gent, ga jij toch nog maar eens even langs die villa? Je weet het maar nooit. En neem iemand mee van de TD om het hek te openen, ja? Oké. Ja, doe maar. Kantoormeester Hoogland. Is Erik daar? Nee, meester Hoogland is de stad uit. Met wie spreek ik? Jan Hoogland. Au Jan. Kan ik meneer Ouwe Jan ook spreken? Nee, die zit te vissen aan de haven. Die kan ik zeggen. Je leeft nog. Wat is er gebeurd? Waar kom jij me eens vandaan? Ja. Heel West-Friesland, die zoek je. Wat is er gebeurd? Nee, laat maar. Wat zie je eruit? Uitgehongerd zeker, hè? Kom, als de bliksem naar huis. Kom op. Ja, heel rustig aan. En denk aan je ademhaling, Aditya. Is dat een baasje bij jou? Wacht, kom maar. Ja, 30. Neem jij het ervoor. Hallo. Is het waar? Wat? Dat u Erik gevonden hebt. Nicole Hebbink. Ja. Emily heeft het me verteld. Nicole, misschien kunnen we elkaar helpen. Graag.
zijn? Ja, hier. Rastaman heeft hem alweer op. Hey. En jij zelf? Ja, ik wacht even. Of geef er toch maar één. En neem mezelf wel mee. Dank je, meneer. Hoe de wereld eigenlijk in elkaar zit, Rasta. Heb jij wel eens een gat gegraven in de grond? Of een steen opgetild? Ik weet wat je dan tegenkomt. Ongedierte. Allemaal ongedierte. Het krioel van het ongedierte. Ja. Zo is de wereld ook. Doen bovenlaagje. Maar daaronder pissen we. Tja, zo is hij nog altijd. Als je wilt, zeg ik dat hij zijn smoel moet houden. Maar het is wel vast op die antennen, als je begrijpt wat ik bedoel. Nee, laat hem maar. Het duurt niet lang hoor. Dan is hij het kwijt en dan loopt hij ineens weg. Is hij altijd zo triest? Ja. We lachen er wel eens om, maar dan wordt hij razend. Heb jij wel eens van een vrouw gehouden, Rasta? Vrouw? 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 Ja, ja. Ik wel. Ik wel. Een engel was ze. Een schat. Maar niet van deze wereld. En toen kwam de verleiding. Oh, een wilde, een heerlijke meid. Ik heb de vrouw waar ik zo zielsveel van hield, heb ik verraden. Vernederd. Ik geloof dat ze nu gelukkig is met een ander. Ik hoop het. Ze verdient het. En die wilde meid, die zou ik wel even helpen. Ja. Ze trok het noodlot aan. Dood. Zo kan het ook gaan in het leven. Alles weg, kapot. Nooit een steen oplichten, Rasta. Nooit. Ik zie het nog voor me, de auto. Ik droom er elke nacht van. Waarvoor? Voor die verhulst. Ook dood. Allemaal dood. Ja, ja. Ik zou het wel eventjes allemaal uitzoeken. De strijd om het recht. Daar geloofde ik nog in. Nou, dat heeft geen enkele zin. Nee. Dat hoeft voor mij niet meer. Niets heeft zin. Alleen muziek heeft zin. Muziek, ja. Joop, speel verdomme!
Wat doe jij hier? Ik kom je halen. Mij? Er is iemand die je zoekt. Iemand die je nodig heeft. Wie? Gieltje. Gieltje? Kom. Maar in jullie bed gelegd. Het is nu aan jullie. Maak er wat van. Erik? Ons blijven. Voor altijd?